Ja, speciaal is natuurlijk dat we dit jaar het 6x11 jubileum hebben. Dat hebben we eigenlijk afgelopen jaar, 2022, is het jaar dat de Mlauwpoort 66 jaar bestaat. Daarom hebben we dit weekend ook de festiviteiten. Dat zul je eigenlijk de afsluitende festiviteiten van ons jubileumjaar zien. Maar nu beginnen we ermee. Dus vanavond wordt de jubileumprins uitgeroepen. En dan hebben we morgen nog de grote jubileumviersavond. Met diverse artiesten en alle verenigingen van Horst aan de Maas. Echt een gemeentefeersavond. Proberen de hunters het vuur aan de schenen te leggen. Deze twee kennen ieder petje in de wieromgeving. Lukte Jos en Frans het bloed onder de neven uit te halen van de hunters en 2 uur uit het zicht te blijven. Dit is de finale van het jachtseizoen 2022. Zelfvertrouwen nog niet. Juste, we zijn nog een discipline aan het verbouwen. Kunnen ze bij alle denken? Pak nog praatjes ook nog. Je zit op de parkeerplaats bij het schutwater. Oh, dat trekt de loopschoen maar wel aan. Dit wil de lange middag. Maar deze moeten we pakken, ten koste van alles. Ja. Rees een beetje door, Joost. Hè? Ja, wat? Je mag je maar 80. Daar kregen we nog een bom van de politie. Ja, maakt mij niks uit. Ik kreeg een mailtje van Strava. Wat dan? Mijn segment is afgepakt. In het schuutwater. Frans Geurts. Frans Geurts? Zit Frans Geurts in het schuutwater? Dan zien die door. Dan gaan we er nou in. Dan gaan we er nou reed door. In. Reed door. Gooi mee aan de kant. Stappen uit en dan rennen we het bos in. Jo, en eruit. Kom maar. Gooi het. Verdomme Rob. Dat zou je hier toch weer moeten zien, of nee? Ja, Strava zegt dat ze hier eens moeten zitten. Die moet hij zien. Die moet hij zien. Dat kan niet anders. Die zitten hier. Wat een spektakel. De hunters hebben geen vakantie vandaag. Maar door het provoceren op het laatst is de afstand minder groot dan hij kunnen zien. Is het genoeg een jubileumprins te worden? Bij de vereniging en nou ja, om nou eindelijk dat prins te mogen worden, ja, dat is geweldig. Echt top, super. Maar dat is ook wat tijdens de opnames, dat is toen allemaal meegemaakt van het jachtseizoen. Ja, ik heb een beetje de stomste rol uitgekozen. Ik moest op een gegeven moment water inspringen om nog op dit weg te komen. Ja, dat lukte gelukkig. Ik had er een boer klaar liggen. Dus ik heb er 50 meter gezwommen door het ijskalde water. Maar toen kwam ik weg, ja, toen was het wel het goedste weg, dus ja, daar heb ik geluk mee. We waren vandaag zenuwachtig voor de grote dag. Ja, een klein beetje wel, een klein beetje gezonde spanning was er wel. Ja, ik ben er wel een paar jaar voorzitter en ze zitten wel een beetje aan gewend aan de spanning, dus. We gaan tijdens de carnaval het meest van genieten. Ja, ik denk hier van een volle tent met mensen uit de deur die allemaal carnaval willen komen vieren. Dat wordt echt super top om te genieten. En morgen hebben we een super vette avondstal. Met mooie artiesten, dus ja, dat wordt knallen morgen.